historie van dit gebouw start in 1919 als de Basel van Menko. Meneer Menko, die op dat moment voorzitter is van de Joodse gemeente, opdracht geeft om een heel erg mooi gebouw neer te zetten dat gaat dienen als synagoge voor Joods Enschede. We zien dan verder dat in 1927 wordt gestart met de bouw. 1928 is het gebouw klaar en vanaf daar gaat de historie tot op heden door. Nou, de Basel, ten eerste leefde die van 1869 tot 1923. Hij was een groot architect die eigenlijk is begonnen als timmerman. Pas later zijn opleiding tot architect heeft gedaan. Leefde in dezelfde tijd als bijvoorbeeld Berlage, ook een groot Nederlands architect. En die twee, dat is wel leuk om te zien, die bestreden maar beïnvloeden elkaar ook. Of beter gezegd, eigenlijk andersom, ze beïnvloeden elkaar en bestreden elkaar. Wat we zien hier aan dit gebouw van de Basel is, zoals meer van zijn gebouwen, een gezamtwerk. Dat wil zeggen dat alles door één architect, alles door hem is ontworpen. Wat ook belangrijk is, is dat ik natuurlijk net al heb verteld dat dit gebouw eigenlijk pas in 1928 is gebouwd. En u hoort mij net zeggen dat de Basel in 1923 is overleden. Hij heeft de eerste 4 jaar hier aan dit gebouw gewerkt samen met 2 van zijn leerlingen. Die later het architectenkantoor Smits en van der Linde dit hebben voortgezet onder zijn eigenlijk met zijn visie en zijn ideeën daarop. Dat is denk ik ook heel erg goed gelukt. Van zijn hand, dus van de Basel zelf, is de grote sjoel en de centrale hal. Andere is allemaal werk van Smits en van der Linde. Dat mensen, met name van mijn leeftijd, inmiddels allemaal eigenlijk vertrokken zijn naar delen in Nederland, maar ook buiten Nederland, waar het Joodse leven misschien iets actiever is dan in Enschede. Aan de andere kant zien we gelukkig in de laatste paar jaar, na de restauratie, maar ook na de komst van eerst rabbijn Zaltzman en inmiddels hebben wij rabbijn Philipson samen met zijn vrouw hier, die voor heel Twente eigenlijk zorgen dat er leven in de brouwerij blijft gaan. Enschede alleen telt ongeveer 100 leden. Wat we hebben gedaan is Enschede, Hengelo en Almelo samengevoegd. En eigenlijk nog tot in de Achterhoek in een Joods overleg Oost-Nederland. En dan zijn we met ongeveer 250 mensen. Waarbij Enschede dan dient als hoofdlocatie vanwege het fantastische gebouw en de ruimte. Als we kijken dat dit gebouw gebouwd is voor 1250 leden, die we ook hadden in 1940, zeg maar, als we even eikpunt nemen als start van de, als daar waar de oorlog begint. Op dat moment zien we dat in de jaren 30 eigenlijk, tweede helft van de jaren 30, zien we een stukje natuurlijke groei, maar naast natuurlijke groei ook een stuk groei van mensen die in Duitsland de bui zagen hangen, naar Nederland gingen, een bloeiende Joodse gemeenschap al direct in Enschede aantroffen en dus hier direct bleven hangen, omdat de angst waarmee ze weg zijn gegaan, waren gegaan naar Duitsland. Eigenlijk was dat het daar alleen maar was en hier was het veilig. Dus daardoor zien we dat wij inderdaad in 1940 ongeveer 1250 leden hebben. Dan vervolgens in 40-45 overleeft 850 dat niet. Daarna zien we nog weer een afname van 85% na de oorlog, zeg maar vanaf 45 tot 2 jaar geleden, maar even aan te geven. Waar komt die dan, die afname dan vandaan? Daarin zien we dat een deel, zeg maar eerste generatie noemen we dat, zeggen van we willen er nooit meer iets mee te maken hebben. En, want het brengt alleen maar ellende, wat natuurlijk ook niet helemaal zo is, want het geloof, de religie, maar ook het sociale daaromheen, daar krijg je ook heel erg veel voor terug. Die voedt natuurlijk een tweede generatie op met dat idee, waardoor je eigenlijk in een neerwaartse spiraal komt. Nou, om dat te doorbreken, daar moet er eigenlijk heel erg veel voor gebeuren. Dat is ons, denk ik, hier in Twente redelijk gelukt. We zien langzaam mensen weer terugkomen van
die ik net aangaf. De mensen die er eigenlijk voor hadden gekozen om er niets meer mee te maken te willen hebben. En je ziet dat een tweede, maar ook een derde generatie daar een slag in kan slaan door dat bloedkruid waar het niet gaan kan. Mensen willen weten waar ze vandaan komen. Dus we zien nu, zoals ik net ook al aangaf, een hele lichte stijging, gelukkig weer. Ja, we staan hier in de kleine shul. Eigenlijk is shul een bijna al Nederlands woord voor synagoge. Komt vanuit het Jiddisch. De kleine shul was vroeger, heette die eigenlijk de dagshul, omdat dit de ruimte was waar elke dag gebeden werden gezegd, 3 keer per dag. Van daaruit, zeg maar, iedereen heeft de plicht om 3 keer per dag een gebed uit te spreken en het liefste in de synagoge en in groepsverband. Nou, dit is dus de dagshul. Nu met de ledenaantallen waar we net over hebben gesproken, hebben wij hem de kleine shul genoemd, omdat wij hier ook heel erg vaak op Shabbat zitten. Gelukkig zijn we tegenwoordig ook heel vaak met zoveel dat we dan uitwijken naar de grote shul. Deze ruimte is in principe hetzelfde als de grote shul, alleen in het klein. Dus zowel de indeling is hetzelfde als de dingen die je er aantreft. Nou, wij staan hier voor het Aron HaKodesh, heet dat in het Hebreeuws. Als je dat vertaalt, is het heilige kast. Maar als ik tegen jou zeg heilige arken, dan weet je waarschijnlijk dat dit de ruimte is waar de Torahrollen, de 5 boeken, Mozes, het belangrijkste, het heiligste wat we hebben, worden hierin bewaard. Op Shabbat, dus op zaterdag en op feestdagen, wordt een Torahrol van daar uitgehaald, wordt hier op de bima, op de lessenaar, zeg maar, neergelegd, uitgerold en uit voorgelezen. En het mooie daarvan is, van het Torah lezen, dat het over de hele wereld gelijk is. Wij moeten de hele rol in 1 jaar uitlezen. Nou, om dat nou goed te doen, om niet een stuk jaar of een stuk Torah over te houden, hebben we dat in porties, wekelijkse porties, verdeeld. Die porties zijn wereldwijd hetzelfde. En de taal is hetzelfde, alles gaat in het Hebreeuws. Kerst is natuurlijk puur een christelijk feest. Uitgaande van het Nieuwe Testament, wat wij niet kennen. Bij ons hebben we het Oude Testament en daarvan zeggen wij dat is het. Het Nieuwe Testament is natuurlijk pas begonnen met het christendom. Daarnaast heeft kerst natuurlijk te maken met Jezus, die wij wel kennen als één van onze geleerden, maar zo waren er nog zoveel. Dus hij heeft, zeg maar, niet de status, oneerbiedig gezegd, gekregen die hij in het christendom heeft gekregen. Dus overeenkomsten zijn er niet. Ik kan wel iets vertellen over wat Chanukka is. Chanukka is, heet inwijdingsfeest of ook wel lichtjesfeest. Waarom? 164 jaar voor de gewone jaartelling hebben de Joden de heilige tempel heroverd op de Syriërs. En zijn die tempel opnieuw gaan inwijden. Toen ze daar kwamen, was er 1 kruikje olie. Dat eigenlijk maar voldoende was om de lampen 1 dag te laten branden. Wonder boven wonder heeft dat ene kruikje olie het 8 dagen kunnen redden om alle lampen te laten branden. Want het duurde 8 dagen om weer nieuwe olijfolie te persen voor weer de volgende dagen. Nou, om dat nou te vieren en te herdenken, steken wij nu elke dag, en dat heb je misschien wel eens gezien, elke dag 1 kaarsje meer aan, zodat we na 8 dagen, Chanukka duurt 8 dagen, branden er 8 kaarsen om te herinneren aan het wonder van toen.